Domestic Services. Huishoudhulp met dienstencheck. Steeds een kantoor bij u in de buurt. Trap omhoog of de lift. Er is ook een lift voor de oudere spelers die al wat meer moeite hebben. Kom maar mee, hè. Het gloednieuwe oefencomplex van AA Gent krijgt stilaan vorm. Maar goed ook, want eind juni staat een grote verhuis gepland voor de A-kern en de technische staf. Hier in Oostakker, vlakbij het stadion van Racing Gent, zal de eerste ploeg niets tekort komen. Het was Hein van Hazenbroek zelf die het ontwierp en hij neemt ons mee op rondleiding. Het is hier wel fris. Hallo. Hey. Het gaat ongelooflijk goed vooruit, hè. Toen ik hier de laatste week was, stond hier eigenlijk nog niks. Was dat één grote ruimte. Ik denk als ik hier binnen een week terug ben, dan gaan alle gyprokmuren al geplaatst zijn. Dus het zal nog zoveel veranderen. Dus, het moet ook wel, hè, want het is een beetje een reis tegen de tijd. De bedoeling was om het klaar te hebben voor de start van volgend seizoen. En we zitten goed op schema. Ik denk dat we er gaan in slagen. It was back in Little Bend that I saw you. That was changing on the water. Where birds above had flown. De kleedkamer van de technische staf. Met een trap eigenlijk rechtstreeks verbonden met het bureau van ons boven. Dus we zitten eigenlijk ook zelfs hoorbaar verbonden met elkaar. Als er één beneden zit, kun je er eigenlijk tegen babbelen van boven. Agent was al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie. Toen ze op deze site in Oostakker botsten, kwam de coach het terrein zelf opmeten. Dus ik wist niet wat er hier eigenlijk achter lag. Hè. En de voorzitter zei, ja, ga eens kijken of dat voor u een optie zou zijn. Dus dan ben ik naar hier gekomen, heb ik alles bekeken achterin ook. De ruimtes gezien, de gebouwen die er stonden, de mogelijkheden die er waren. En ik vond de ruimtes die er waren, bood mogelijkheden. Maar veel tijd was er niet en dus besloot Van Hazenbroek om zelf al een ontwerp te maken. Ik heb alles in een 3D uitgetekend, opgemaakt in de reële afmetingen ook. En doorgenomen met de technische staf, met de collega's ook, zien we dat we nog konden veranderen of moesten veranderen. Uiteindelijk tot een definitief ontwerp gekomen met alle details eigenlijk al in. En dan hebben we samengezeten met de architect hier en daar nog een aantal aanpassingen gedaan die met zijn kwalificatie nodig waren. En hij heeft heel snel aan het werk kunnen gaan. Op de eerste verdieping heel veel licht, in tegenstelling tot het gelijkvloers. Daar is een wellness met een zwembad, een ruimte voor de pers en een lokaal voor de materiaalman en ook een reuze grote kleedkamer voor de spelers. Dit wordt de kleedkamer, immens groot. De bedoeling is dat ze eigenlijk allemaal in een grote ovaal rond en rond gaan zitten. Dus hier komen ze uit als ze toekomen. Komen ze hier binnen. Daar is de deur om naar de training te gaan eigenlijk. Maar eigenlijk ja, speciaal groot genoeg gemaakt om te zorgen dat iedereen comfortabel zit. Vloerverwarming ook. Het kleedkamergebouw dat nu op het OC staat, was er eigenlijk bedoeld voor de 10 jaar te staan. Staat ondertussen meer dan 20 jaar. Dus ze hadden echt wel nood aan één. Een nieuw complex, twee, meer ruimte voor de jeugd op het OC, het huidige OC. Dus ja, dan help je daarmee. Hè. Dan probeer je dat vanuit onze visie zo goed mogelijk op papier te zetten. En dan is dat voor de club uiteindelijk, voor de volgende evolutie van de club, heel belangrijk. En ik denk dat deze club blijft groeien, wil blijven groeien ook. En dit is een van de onderdelen daarvan. Boven is naast de burelen één grote ruimte gecreëerd. De kiné, fitness, spelers, home en keuken lopen mooi in elkaar over. En door de grote ramen kan iedereen elkaar zien, zelfs van op het veld. Dus je hebt eigenlijk zicht van overal op alles. Het enige dat je niet hebt, van het ene oefenveld kan je niet kijken naar het andere. Dat is het enige. Maar oké, als je een blok hebt die tussenin ligt, is dat ook moeilijk. Maar als je hier zit, heb je echt overzicht over alles. Dus je kan alles zien. Als er daar getraind wordt, er wordt daar getraind, er wordt op de powerhill getraind, er wordt in de fitness getraind. Je kan eigenlijk alles zien van op één plaats eigenlijk. En dat was voor mij wel heel belangrijk.
Nog een pronkstuk wordt de Power Hill achter het oefenveld. Daar kunnen spelers aan hun conditie werken of revalideren. Op de Power Hill hebben we dus trappen in verschillende hoogtes. 20, 40, 60 centimeter trappen. Boven kan je eigenlijk, als je boven komt, nog een versnelling doen. Dus spurtrekken, want dat is 40 meter lang. En je hebt ook slopes, heten we dat, dus hellingen, die heel traag gaan. Zodat je eigenlijk kunt zelfs beenfrequentie trainen door naar beneden te spurten. En aan de zijkant eigenlijk twee lange muren, waar je met kabels kunt werken ook voor startsnelheid en zo. Waar je ook kunt tegentrappen, waar er gaan doelen op staan, lijnen op staan. Dus eigenlijk, waar dan een speler ook individueel gewoon kan bezig zijn en eigenlijk een uur op zijn eigen trainen op en rond die powerhill zonder dat hij iemand nodig heeft. En wie moet bekomen van dat alles, kan dat in zijn eigen kamer in het hotel? Ze zijn niet extreem groot, maar ze zijn meer dan groot genoeg, moet ik zeggen. Dus de bedoeling is eigenlijk dat iedere speler gaat zijn eigen slaapvertrek hebben, waar dat hij een bed heeft, lavabo, opberg, mogelijkheden, televisieaansluiting eventueel. Dus, een coach die zelf het nieuwe oefencomplex ontwerpt, het is ongezien. Van Hazenbroek verlengde ook zijn contract bij A-Agent tot de zomer van 2019. Hij zal dus van zijn eigen oefencomplex kunnen genieten. Ergens zal het misschien wel in het achterhoofd gezeten hebben dat ik nog niet van plan was om onmiddellijk te gaan vertrekken. Hè. Als je iets gaat ontwerpen en je stikt daar veel energie in en je in overleg met de mensen ook, ja, dan zit er ergens misschien wel in het achterhoofd zoiets in van oké, dat moet ik toch eerst zelf nog een keer hebben meegemaakt vooraleer dat je eventueel overweegt om te vertrekken. Wie weet, misschien ben ik hier wel voor de rest van mijn dagen. Hè. Zoals de voorzitter al een keer heeft laten doorschijnen, dat weet je nooit. Voor de grote verhuis eerst nog deze competitie afwerken. Nog twee thuiswedstrijden te gaan. Te beginnen nu zondag tegen Charleroi. Gent speelde al 45 keer tegen de Carolos. En dat sinds het seizoen 88-89. Van die 45 matchen won Gent er 23, net de helft. De laatste twee confrontaties eindigden op 1-0 in het voordeel van Gent. Trekken de Buffalo's die lijn door? U ziet het zondag 14 mei om 14:30 in de Glamco Arena.